Wat een baas. Ik scoor 2 keer, dus als je dat zo wil noemen, dan... Ja. Jij bent toch de baas van Arnhem? Baas van Arnhem? Nee. Nee, kom je daarbij. Omdat je hier 2 keer scoort. Ja, ik scoor 2 keer, maar je doet met het team... goede bal van Wilfred, de eerste goal. Ik ging goed naar de eerste paal, dus ik schamp hem. En de tweede bal was gewoon een goede counter. Waar Mike goed voor zijn man komt, kaats op Arie. En Arie geeft hem goed mee. En ik kan hem goed afronden, dus we zijn allemaal baas. Je bent los, hè? Wat bedoel je? Nou, je komt los, je bent er. Ja, vorige week een goede wedstrijd, nu 2 goals. Ja, het gaat lekker tot nu toe. Training gaat goed. De wedstrijden gaan nu ook goed, dus ik kom wel een beetje los. Ja. Hoe komt dat nou? Ja, zoals ik gisteren ook zei. Ik heb echt veel te danken aan Eindhoven. Echt een goed halfjaartje daar gehad. En ik trek de lijn door nu. Heb je nu het vertrouwen wat je misschien vorig jaar niet had? Bedoel je van de trainer bedoel je? Nou, ik had, Henk Vrees gaf me ook de vertrouwen. Maar ik liet het soms zelf. Liet ik het na. Doordat ik in een andere fase zat, denk ik, mentaal. En dat heb ik nu bij Eindhoven heb ik dat overwonnen en nu gaat het lekker. Je staat hier alsof het de normaalste zaak van de wereld is, 2 keer scoren. Nee, het is niet de normaalste zaak van de wereld, maar je doet het met het team. En zonder hun had ik niet 2 keer kunnen scoren. Dus ik ben team dankbaar. De trainer dat ik mocht starten. En ik ben er wel blij mee, maar dat ik een baas van Arnhem ben en zo, dat is... Baas van Den Haag dan? Ook niet. Ook niet, dat ben ik ook niet. Gewoon, we zijn allemaal bazen. En vandaag zijn we allemaal de baas in Arnhem geweest, ADO. En nu gaan we op naar volgende week. Wat mij opviel, in de voorbereiding ging zo'n kans als die tweede goal 2 of 3 keer naast, hè? Ja, klopt. Ja, ik heb daar geen verklaring voor. Het is wel zo, maar vandaag was ik gewoon is misschien iets meer die focus, iets meer die killingsmentaliteit. Dat had ik denk ik vandaag meer en dan scoor je. Die tweede was ook een typische Gervain Castaner goal, vond ik. In de diepte weggestuurd worden op snelheid, fysiek en dan 1-op-1 scoren. Ja, klopt. Zeker dat daar ook van. Je hebt die bal voor je. 2 verdedigers die op je zitten te jagen, afsnijden en dan lang ook zoeken. En dat ging vandaag echt fantastisch. Gervain is on fire. We gaan de goede kant op. Kom op! We gaan de goede kant op. Niet zelfverzekerd, hè? Zeker, ik ben zelfverzekerd. Maar Venus van 5, we zijn nu pas tweede wedstrijd. Als ik volgende week weer slecht speel, dan is alles weer vergeten van deze wedstrijd en van vorige week. Dus ik moet gewoon nog met beide voeten op de grond staan. En we hopen dat volgende week weer goed gaat. En die week daarop, en die week daarop. Dus, Volgende week een topper, hè? Excelsior. Ook gewonnen, die staan nu tweede. Jullie staan momenteel eerste. Het gaat dus om een Champions League ticket. Virtueel. Ja, grappen maken we. Het is toch zo, virtueel? Nee, ze doen het goed, wij doen het goed, dus het wordt een leuke wedstrijd. En nu? Feesten? Eventjes. Kort? Kort. Je kan wel dansen, dat heb ik gezien. Dat gaat wat deed je nou dan? Dat ga ik niet. Moet je terugkijken, herhaling. Dankjewel, succes hè. Thanks.